In deze video wilde ik eigenlijk naar de western set die je hierachter ziet. Maar ik werd afgeleid door deze hele grote ontvangsruimte of opslag of wat het ook is. Ik deed een quiz. Ik sloopte de boel bijna door de grote kist naar beneden te gooien. En ik zocht alle ingrediënten die deze meneer nodig had. Yo, oom van het fantoom, staat hij daar weer? Hier kunnen we een plekje waar we dan naartoe kunnen respawnen. Teleportatievlag, dat bedoel ik, dat zei ik. Yo, deze sparks die wil ik wel hebben, want daarmee kunnen we onze sparks upgraden. Zonder ingrediënten kan de druidenorde geen romig harte troostrijke soep aanprijzen. Maak jij soep voor mij? Maar ik heb geen ingrediënten. Oké, ik kom later een keer terug met ingrediënten. Oh, hier is een sleutel. Blauwe sleuteluitdaging in de grote studio. We moeten alle sleutels hier vinden. Moet ik dan deze dingen pakken? 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Ja, maar dit... Nu ben ik te laat, denk ik. Oh, echt? Wat was ik nou gewoon voor 1 te laat? 6, 7. Oké, we hadden echt alleen deze nog nodig ook. Potverdorie. Wat zit er in het kistje dan? Oh, gewoon muntjes. Oké. Ik had er eigenlijk wel wat meer van verwacht, vrolijke vrienden. Oké, kunnen we hier naartoe? En dan vinden we hier wat. Oké, die kunnen we meenemen. Oom Fant, ik heb hier iets gevonden. Wat is dit? Oh, is dat een ingrediënt misschien? Wat als we die er nou eens ingooien? Oh ja, kijk, we moeten 3 van die dingen vinden. Ook nog een blauwe en zo'n groen ding. Ik hou hier gewoon opeens die groene uit. Die zat hierin of zo. Ik was mijn slag aan het opladen en toen viel die er opeens uit. Ja, helemaal top. Let's go. Hoppa, nice. Die tweede hebben we dus ook al. Nu moeten we eigenlijk alleen die blauwe nog zien te fixen. Laten we kijken wat dit gaat veroorzaken als we deze gaan fixen. Oh, en vind je dit nou vette filmpjes? Abonneer dan, hè, als je dat nog niet gedaan hebt. En gooi die duimpjes omhoog voor de support. Oké, daar gaan we. De duistermisgolven. Vernietig duistermisogen. Dat zijn er heel veel. We moeten er 15 maar liefst kapot maken. Dat is een mooi klusje voor Rabbit Pinchy, die dan hier naar boven mag. Zo, die tackelen we. Pakken we op en die gooien we daar om die kapot te maken. Dan lijkt het me goed om deze gelijk te slopen. Wat een ziek idee. Kunnen we die schieten? Toppie, zo, ja. Yeah. En dan hebben we Raymond voor de laatste daar. Wat een ziek idee, met die bom. En dan is het klaar. Een zilveren grammofoonplaat, helaas niet de gouden. Daarvoor hebben we er iets te lang over gedaan, blijkbaar. Ik heb me ook niet helemaal gefocust alleen maar op die ogen, natuurlijk. Oh, oh, oh. Hallo? Wat gebeurt er? De cupidometer gaat omhoog. Onze kijkcijfers zijn officieel gestegen van rampzalig naar bijna rampzalig. Oké, ja, en nu? Nu heb ik dit allemaal verdiend. Maar is die meuk nou weg aan de achterkant? Want daar ging het me eigenlijk om. Oh, nee. Oké, dat is jammer. Dat was dus niet per se nodig. Oké, eens even kijken. We kunnen hier ook nog naar boven. Oh, is dit hem? Is dit wat we nodig hebben? Ik weet het niet. We hebben wel iets gepakt, maar ja, waar hebben we deze dan weer voor nodig? Oh, wacht, die moet hier. Voor die deur aan de zijkant hier, bij de piratenset. En dus aan de linkerkant van het fantoom kunnen we deze hierin doen. En dan gaat dit ding open. Oh, het zou lekker zijn als we nu iets krijgen wat we nodig hebben. Muntjes. Nog meer muntjes. Hier nog meer munten. Dan kunnen we naar boven. Oh, deze kunnen we verplaatsen. Die moeten we naar beneden duwen, denk ik. Oh, nee, die moeten we trekken. Moeten we hier naartoe trekken. Over het spoor, soort van. Moest ik niet iets met Bipo doen of zo bij dit soort blokken? Kijk. Oké, en dan kan ik hem nu weer omlaag doen, denk ik. En dan... Ja, dat was het. Dat was het. Oh, hierachter zit trouwens ook nog wat, zo te zien. Oh nee, toch niet. Oké, cool. Dan kan die omhoog. Geen idee wat ik nu hiermee ga doen. Maar gaan we deze gewoon daarin gooien? Oh nee. Kijk, logisch nadenken, Rick. Dus als je die andere twee kan scannen, dan... Kan daar nog niet scannen. Ik moet eerst daar naartoe om te scannen. Oké, scannen maar, Raymond. Of ja, Bipo, of nou ja, jullie samen. Dit ding verplaatsen. Ik weet nog steeds niet helemaal waar naartoe. Oh, moet ik nou weer verder gaan scannen? Scan. Dit, dat. Oh, kijk, ja, geheim pad. Ja, we moeten even weer weten wat Bipo allemaal kon inderdaad. Die kon geheime paden zien en dingen scannen en zo. Ja, dit is top. Ik heb het gevoel dat ik er weer een beetje in begin te komen in deze game. En dan hier, moeten we hier weer een geheim paadje maken? Nee? Scannen? Ook niet? Oh, wacht even. We moeten hem denk ik hier gewoon naar beneden gooien. Want dan kunnen we dit op die set bij die verliefde... Ja, weet ik veel wie het zijn. Die moeten we gewoon daarop gooien, denk ik. Ja, kijk! Door het dak heen? Nice!
Lekker. Oké, deze puzzel hebben we ook opgelost. En dan kunnen we dit ding pakken. Wat zit hier ook alweer in? Oké, een planeetmunt. Ik weet nog niet wat dat is, maar dat maakt niet uit. Volgens mij kunnen we dit trouwens kapot slaan. Dit ziet eruit als een kartonnen box. Oh, hallo. This is great. Die kunnen we ook openen. Ja, dan hebben we ook een herinnering. En toch moet hier dat geheim van dat blauwe ding dan zijn. Want we konden dus scannen. En die moesten die voetstappen scannen. Betekent dat dan ook dat we die voetstappen moeten volgen? Die gingen hier naartoe. We gingen zo omlaag springen. Kunnen we hier die voetstappen... Ja, kijk, dan kunnen we verder scannen. Gaat die hier naartoe... En dan? Gaat die hier overheen? Ja, oké. Ja, maar ik... Oh ja, hier is een geheim. Hier is een geheim. Wat is dit? Is dit die blauwe steen? Het is niet die blauwe steen, denk ik. Oh, het is hem wel! Ja! Die hadden we nodig. Lekker, man. Oké, cool. Die kan hierin. En dan kunnen we dus dat laatste ingrediënt gaan pakken. En dan beter krijgen we wat goeds. Ik heb niet heel deze video toegewijd eraan om niks goeds te krijgen. Dat gaat niet gebeuren, Rayman. Je moet wat goeds eisen gewoon straks als je niks goeds krijgt. Yo, maat. Ik heb je echt nu zo hard geholpen, hè. Koken met Alkamentor. Open de kist. Wat zit erin? Nog meer dingetjes. En een planeetmunt. Wat moeten we met die planeetmunten? Daar ben ik nog niet helemaal achter. Oh, wacht even. Die konden we volgens mij hier uitgeven bij zo'n robot. Kijk, ja, hier. Dit zijn die planeetmunten. Daar kunnen we dit soort dingen van kopen. Bijvoorbeeld herinneringen of nieuwe wapens. Oké, maar nu wil ik die quiz ook doen, hè. Want dan heb ik het gevoel dat ik hier alles heb gedaan. Sparks zijn het resultaat van een fusie tussen wat en wat. Oeh, Lumas en Rabbids, toch? Ja. Ja, dat hebben we kunnen zien in de vorige video. Ik bedoel, in de vorige serie. In de Mario plus Rabbids Sparks of Hope serie. De originele serie. Maar welke spark zou je gebruiken om een nare schok te voorkomen? Oh, Volt Flits? Oh, die is er goed. Lekker. Dat was een gokje. Je waadt door een giftig moeras. Met welk voorwerp kun je gebruiken om niet vergiftigd te raken? Ik denk de immuniteitsamulet. Ja, lekker. 3 uit 3. We gaan goed nog 3 vragen goed beantwoorden. Je ziet een Panzer Goomba in je voortuin en die wil niet wieberen. Hoe kun je de Panzer Goomba weg laten stuiteren? Ik dacht eigenlijk door erop te springen, maar dat is het dus niet. Dan denk ik door een schok. Oh, no. Welk soort gezicht heeft het fantoom? Nou, die weten we sowieso. Dat is de snor. Dat is een makkelijke vraag. Je staat voor een duistermisoog. Wat kun je gebruiken om het te vernietigen? Een duistermis ei. Dat, volgens mij had ik dat onthouden uit de vorige serie, inderdaad. We moeten nog 1 vraag goed hebben. Wat is de beste manier om een enkelwolf uit zijn dekking te krijgen? Was dat niet brand? Ja, lekker. Oké, we hebben hem. Lekker. Deze hebben we ook gefixt, hoor. Hoppa. Dan krijgen we waarschijnlijk weer zo'n planeetmunt nu, denk ik. Nee. We moeten dit gaan doen. Wat is dit? Niveau 4 mensen doen dit normaal. Ik ben pas niveau 3. Oh, tijd voor een quiz. We moeten een gebied bereiken. Waar is dat gebied? Oh, dat is hier. Nou, we roepen maar weer de hulp op van Rabbit Peach. Deze gaan we gewoon helemaal slopen door iedereen te laten tackelen. Hopelijk gaat dat lukken. Hopelijk is de tackle keihard van Rabbit Mario. Nou, hij overleeft het wel, hoor. Nou, Rabbit Mario gaat in ieder geval wel vooruit. Rayman ook. De Rabbit Peach clone die mag achterblijven om deze te slopen. En de Rabbit Peach zelf die moet ook even naar voren. Ja. Ah, oké, de tegenstander krijgt de beurt. Ja, dit is wel irritant, hoor. Al die vosjes die helemaal de boel gaan scannen. We kunnen niet langs het randje lopen daar, zo te zien. Dan worden we gescand. Oké, kom maar clone, ga maar mee. Let's go. Ja, ik denk dat we willen dat Rayman, dat hij hier naar boven gaat. Dat hij misschien zo die dingen kan grijpen, inderdaad. En kan hij lekker alvast helemaal naar voren. Oh, en dan buiten het gebied. Verdorie, lekker. Hoe krijg ik het ook weer voor elkaar, hè? Go, go, go. Rabbit Mario. Dus even kijken waar zij nu allemaal naartoe gaan. Ja, zij blijven daar gewoon chillen, verdorie. Smiechjes. En ze blijven zichzelf beschermen. Dat wordt moeilijk om daar langs te komen straks. Oké, ik stel me weer wat verder op. Weer een verder stukje. Ja, cool. Oké, Rabbit Peach, let's go. Jij gaat hier naartoe. Ja, dit is wel oké, denk ik. Hoop ik. Rayman, jij gaat een beetje achterlangs. Jij gaat via deze kant. Rabbit Mario, let's go. Jij gaat onderlangs. Zou Peach al kunnen schieten? Ja, Peach kan inmiddels iemand raken, hè? Dus dat is top. Kijk, dat is het eerste slachtoffertje. Oké, nu komen we een beetje op een plek waar iedereen stand kan gaan houden. Zij beginnen hier te staan en
Wij komen er nu een klein beetje langs. Ja, we worden nog niet geraakt, gelukkig. Oh, er komt daar wel iemand aan. Ja, die, oké. Oh, die gaat voor... Potverdorie, die gaat voor Rabbit Mario. Rabbit Mario kan er wel langs glippen. We kunnen er allemaal langs glippen, zo te zien. Kijk, dit is lekker. Oh, nee, die kan er ook langs glippen. Ik dacht dat Rabbit Peach misschien geraakt zou worden. Dit is nice. Oké, Rayman. Ja, kan je er ook langs? Ja, cool. Ja, nice. Oké, Rayman. Jij bent nu de voorste man. Let's go. Ja, en daarna komt Rabbit Mario. Oké, Rabbit Mario. Sloop hem. Oké, sorry. Ik laat de kloon eventjes achter, denk ik, een stukje. Ja, het spijt me zeer. Oh, die kan wel raken. Top. Vanaf hier wel. Ja, dat is super. Nou, deze schakelen we uit. Helemaal mooi. Doe ik twee plopwachtjes oproepen. Die kan Rabbit Peach dan eventjes nog gaan gooien. Daar naartoe. Ik denk dat ze wel afgaan op bewegingen ook. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met waar ik ze neerzet. Oké, dat was het voor deze beurt. Ja, daar komen ze hoor. En die, nu gaan ze natuurlijk... Wow, dat deed pijn. Wow, dat deed veel te veel pijn. Ik denk dat Rabbit Peach een probleem heeft. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze het allemaal overleeft. Voorlopig wel zo te zien. Oké, we gaan sowieso als eerst even healen met Rabbit Peach. Want dat is nodig, want deze vijanden zijn kapot sterk. Oké, we gaan even schieten met de kloon. Ik weet niet of dat slim is. Ja, Rabbit Peach kan niemand raken vanaf hier. En we kunnen eigenlijk ook niet bewegen. Niemand kan echt bewegen. Ik kan ze ook niet dichterbij me roepen met de vortex. Want ze staan net ver genoeg. Oh, wat vervelend dit. Misschien kan ik de raketremmer proberen. Oké, die wordt geraakt. Kijk, nu kunnen we in ieder geval lopen. Tenminste, Rabbit Peach kan lopen. Misschien is het slim om onze hulp op te roepen. Dan kan die ook even ervoor zorgen dat we in ieder geval kunnen lopen straks. Oh, hij gaat hem pakken. Ja, lekker vriend. Hij is ook immuun blijkbaar. Die kan Rabbit Peach kapot schieten. Heerlijk. Die is weg. Super. Oké, het begint echt de goede kant op te gaan. Ik ga mijn matties ook beschermen. Doe je ding, tegenstanders. Ja, je gaat naar achter lopen, hè. Je durft niet meer. Ja, schiet hem maar. Hij wordt alleen maar boos. Dan komt hij jouw kant op. Oh, het zijn er nog wel veel daar, hoor. Het zijn er nog wel heel veel daar. Oké, de bewegingssensor van hem is uit. Maar de anderen hebben vast nog wel een bewegingssensor. Ja, dat dacht ik alweer. Eigenlijk moeten we gewoon via de zijkant, denk ik, er naartoe proberen te springen met z'n allen. Oké, Rabbit Peach, hulp je, let's go. Die moeten we eigenlijk wel in leven proberen te houden. Want die kan natuurlijk ook lekker healen. Dus dat is nice. Ik denk dat ik ga lopen met Rabbit Mario. Let's go, die gaat naar boven. Ze gaan allemaal naar boven. Dat is top. Ik word blijkbaar ook niet geraakt. Dus dat is helemaal super. Blijkbaar kunnen we gewoon onderlangs lopen. Rabbit Peach kan ook lekker gaan schieten vanaf hier. Dus dat is top. Zo? Ja, dan hoor je mij niet klaag hoor. Helemaal niet zelfs. Dan gaan we gewoon die vosjes zo uitschakelen. Nice. Ik durf eigenlijk alleen geen teamsprong te doen. Alhoewel. Ja, dat durf ik wel. Want nu kunnen we trouwens naar boven. Ja. Nu kunnen we met Rayman kunnen we hier naartoe. Want ik heb net het vosje uitgeschakeld wat mij zou moeten slopen. Kijk eens. Kijk eens. Heerlijk dit. En de tackles zorgen ervoor dat hij helemaal kapot geblazen wordt. Hij leeft nog net, dat is jammer. Maar ik kan natuurlijk ook nog... Ja, kijk, ik kan met Rabbit Mario nog lopen. Kunnen we hem gewoon zo uitschakelen. Ik denk dat ik hem wel kan lokken. Ja, kijk, dan kan ik hem kapot maken. Lekker. Oké, dat is top. Tegenstanders, laat maar even zien wat je wil. Ja, ze gaan nou niet bewegen, want ze zijn natuurlijk bang voor die plompers. We zijn er bijna, er komen ook nieuwe vijanden aan nu. Ik ga even met Rayman naar boven. Daar ga ik mee op de hoek proberen te staan hier zo. Ik ga healen met de kloon van Rabbit Peach. Die ga ik eventjes opofferen, denk ik. Nou ja, misschien is het niet eens nodig. Of misschien wel. Maakt ook niet uit. Kijk, die is weg. Dat is jammer, maar we kunnen nu wel verder doorlopen. Met Rabbit Peach kunnen we een beetje hierachter. En als het nu mee zit, hè. Als het nu mee zit, kunnen we het halen. Ik ga de self-service oproepen. En dan gaan we daar gewoon mee lopen. Die laten we beschoten worden. Helemaal prima. Rabbit Mario kan een teamsprong doen. Dan hoop ik dat we dit net gaan redden. Maar ik denk eigenlijk dat we het net... Ah, we redden het inderdaad net niet. Dit is zo jammer. Ik ga hem wel laten schieten als iemand in zijn buurt komt. Rabbit Peach gaat hier staan en hopelijk gaan we dit gat kunnen kapotmaken. Maar ik ben een beetje bang van niet. Daar staat ook nog een vijand. Oh, ik ben bang dat dit fout gaat, jongens. Ik ben heel bang. Hij wordt wel geplopt. Oké, die is weg. Dat is top. Wat ga jij doen? Ja, jij gaat voor Rabbit Mario. Rabbit Mario gaat jou wel terugpakken. Dan hebben we daar nog één staan. Die gaat denk ik ook voor Rabbit Mario. Hopelijk overleeft hij het allemaal. En er komt nog een nieuwe ook. En die gaat denk ik ook voor Rabbit Mario. Hij leeft nog. Oh, hij leeft nog. Ja, hoeveel vijanden komen er?
Ja, nee, dit is niet oké. Leeft hij nou nog? Hij leeft nog. Ik kan gaan healen met Peach. Oh, wat een battle is dit. Ik moet Rayman naar de overkant zien te krijgen bij Rabbit Mario. Dat is het ding. Laat ik eerst Donkey Kong eens roepen. Kijken wat hij allemaal kan betekenen voor mij. Die kan ze in ieder geval wegbouncen. Oké, Rayman. Succes ermee. Je gaat geraakt worden nu. 322. Maar je kan wel lopen. Ja, nu kunnen we het oplossen. Dit was één level te hoog eigenlijk voor ons. En we hebben gezien, het was ook best wel moeizaam. Maar we hebben het gered. Dit gevecht. Beter krijg ik wat goeds hieruit. Ik wilde gewoon even die quiz alleen doen. En die residenten maar zeggen dat zelfs een liveteam van een vogelvoerhuisje hogere kijkcijfers zou scoren dan wij. Ah, nou, we stijgen wel weer lekker in de ranking. En hiermee hebben we een gouden prisma bemachtigd. Daarmee kun je de Spark-sectie in het vaardighedenschema ontgrendelen. Oké, dus het is wel nuttig om dit te doen. Dat mag duidelijk zijn. Oké, vaardighedenschema. Oh ja, dan de Spark-sectie daar. Oké, laten we die van Rabbit Peach ontgrendelen. Oké, daarmee kun je de Spark-geluksdingetjes allemaal upgraden. 30 meer kans dat de Spark ervoor zorgt dat de held geen genadeklap krijgt. Dat soort dingen allemaal. Anyway, ik heb het gevoel dat we hier in deze grote ruimte nu zo'n beetje alles wel hebben gedaan. Dus in de volgende video kunnen we dan door naar de sets. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Ik zie je bij de volgende video. Mazzel!